Welkom bij deze nieuwe aflevering van The Time Is Now. Velen zeggen het al jaren, maar we staan nu toch echt voor een kruispunt. Na de coronacrisis moeten we kiezen welke weg we inslaan. De afgelopen jaren zijn er honderden boeken verschenen van auteurs die pleiten voor deze andere wegen. En deze boeken bespreken we in dit programma. Dat doe ik samen met Hans van Duinhoven van de Noordoost-Brabantse Bibliotheken, die bijna al deze boeken heeft gelezen. Nou Hans, ik zie een flinke stapel boeken liggen hier. Ja Peter, heb je goed gezien. We gaan het hebben over geschiedenis. En die is natuurlijk heel breed, want de mensheid heeft zoveel geschiedenis meegemaakt. Dus daarom zijn er ook heel veel boeken over geschreven. Ik heb er maar een paar uitgelicht, maar toch zoveel dat we dus het in tweeën gaan splitsen. In deze keer gaan we het hebben over twee thema's en de andere keer gaan we het over twee andere thema's hebben. De eerste keer gaan we het hebben over de grote lijn. Hoe heeft de mens zich door de eeuwen heen, door de millennia heen ontwikkeld? Van zeg maar rondtrekkende aap tot nu, waar we nu staan. Dat is het eerste thema. En het tweede thema is dat er ook heel veel boeken verschijnen over geschiedenis die we zelf hebben meegemaakt. Mensen van 40, 50, 60, die hebben inmiddels best veel geschiedenis meegemaakt en er worden ook boeken over geschreven. Die twee doen we in deze editie. In de andere gaan we het hebben over geschiedenis waarin schrijvers over één onderwerp alles vertellen. En dat kan onzin zijn, maar dat is niet. Door één onderwerp heel erg uitvoerig toe te gaan lichten, krijg je een breed beeld van de geschiedenis. En het vierde en het laatste thema is boeken die specifiek gaan over Nederland. En zo hoop ik dat ik al die boeken kan toelichten. Ik wil beginnen met drie eigenlijk hele grote bestsellers. Een van de grootste bestsellers van deze eeuw verscheen in 2003 in Engeland. 2004 de vertaling in Nederland, Bill Bryson's De Geschiedenis, een kleine geschiedenis van bijna alles. Natuurlijk, in die titel zitten natuurlijk fantastische grapjes. De Engelse titel is Short History of Nearly Everything. Een kleine geschiedenis. Het is al een boek van 500 pagina's. En het mooiste is natuurlijk Of Nearly Everything. Van bijna alles. Dat is natuurlijk onzin. Want een geschiedenisboek van alles dat bestaat niet, is onmogelijk. Hij zou veel groter zijn als die al groot is. Dat kan niet. Het is natuurlijk een keuze. Maar dit boek is echt een bestseller. Je zag het in die tijd overal. Het heeft jarenlang op de bestsellerlijst gestaan. In Nederland, maar ook in alle andere landen. Iedereen die wel eens in die tijd op vakantie ging, zag het overal liggen in boekhandels buiten de grenzen. Er kwamen natuurlijk andere versies van. Dit is een hele mooie, geïllustreerd. Hij heeft het bewerkt voor kinderen. Dit is een heel ander soort boek geworden. En er is ook een hele mooie dwarsligger die je dus zo leest. Fantastisch boek. En waar gaat dat boek over? Het gaat niet over Napoleon, het gaat niet over oorlogen, het gaat niet over dingen waar vaak mensen denken als het over geschiedenis gaat, over de belangrijke mensen die iets gedaan hebben. Hij haalt andere mensen naar voren, grote mensen die dingen ontdekt hebben voor de mensheid. Of het nou gaat over biologie, geologie, astronomie, al die wetenschapsgebieden. Er zijn allerlei mensen geweest die op een zeker moment iets ontdekt hebben, wat in die tijd vaak niet werd geloofd, niet geaccepteerd. Het bekendste verhaal is natuurlijk Galilei, die iets had met de aarde en de zon en hoe dat draaide rondom elkaar en die werd door de paus verbannen. Goed, een bestseller die 10 jaar later kwam. Harari, je ziet het nog steeds in alle boekhandels op stapel liggen. Het is misschien, ik denk aan de 30ste, 35ste druk bezig. Dit boek blijft heel veel mensen fascineren en terecht. Het is hetzelfde eigenlijk als Bryson. Het grote verhaal, hoe is de mens geworden tot waar we nu staan? Maar net als Bryson, ze kunnen allebei echt heel erg goed schrijven. Het is meeslepend geschreven. Het enige verschil is, Bill Bryson is een reisauteur van reisboeken. En hij is een echte historicus. Maar ze hebben allebei ontzettend veel boeken gelezen om dit boek te kunnen schrijven. En dat zegt Bryson ook in het begin van dit boek. Ik had heel mijn leven de wereld rondgevlogen, van alles gezien. Maar ik had nog nooit afgevraagd, hoe is alles op de wereld tot stand gekomen? En toen dacht hij, weet je wat, ik ga boeken lezen. In dat boek zegt hij, heeft hij 300 boeken gelezen. Die staan er allemaal in de literatuurlijst. Deze man heeft ook zoiets gelezen. Alleen historici hebben een voordeel. Die lezen eigenlijk altijd al heel veel. En hij heeft er nog iets bovenop gedaan, tussen dit boek geschreven. Het vervolg is natuurlijk nog een heel ander soort boek. Homo Deus, maar daar ga ik het nou niet over hebben. En de nieuwste bestseller is ook geschreven door een historicus. Ja, ze kennen elkaar denk ik inmiddels wel, maar er zit 10 jaar tussen. Harari is begin 40 en Rutger Bregman is een goede 30er. Hij is 33, 32 geworden volgens mij pas. Dit is natuurlijk de bestseller, die zit al 9 maanden geleden, kwam hij uit. Echt door heel veel mensen gekocht. En hij staat nu op het begin net als Harari, internationaal door te breken. Want dit boek
verschijnt, is deze week verschenen in Engels, in het Engelse taalgebied. Humankind heet het, want deugen kun je niet vertalen in het Engels, dat woord bestaat niet. Dus wij moesten een variant verzinnen, humankind. En ik zie overal nu al heel erg lovende recensies en moet overal aantreden om zijn woordje te komen doen. Maar dit boek is eigenlijk niet, heeft niet zoveel met geschiedenis te maken. Jawel, wel zit er geschiedenis in. Natuurlijk zit er geschiedenis in. Maar zijn beroemdste boek over geschiedenis is natuurlijk dit boek. Het is zijn tweede boek, 2013 of 14. Ik denk 13 jaar, al 7 jaar geleden. De eerste en eerste boek waren columns voor de Volkskrant verzameld. Dit was zijn eerste echte boek. En daarin is, zie je, is echt een historicus aan het woord. Die dus de grote lijn beschrijft van de mensheid. En wat is de grote lijn? Het is alleen maar zo gegaan. Van waar we stonden 100.000 jaar geleden tot nu, het is één rechte lijn met natuurlijk allerlei strubbelingen en hobbelingen. En in die tijd, toen hij dit boek propageerde en rondtrok om het verhaal te vertellen, begon hij stevast zijn lezingen met deze mooie zin: de laatste tijd doet je niet meer. Hij heeft het een beetje afgezwakt. Dat vind ik jammer. Die zin was: vroeger was één bak ellende. En daar bedoelt hij mee: 99% van de tijd was de geschiedenis, het leven voor de meeste mensen, 99% van de mensen, eigenlijk één bak ellende. Je werd niet oud, je moest hard werken, je had ziektes, van alles nog wat. En pas sinds de tijd die wij een beetje de laatste 100, 150 jaar meemaken, is het echt substantieel vooruit gegaan. Maar oké, genoeg erover. Nu nog een paar andere boeken die dus ook over die grote lijn gaan. Deze, nee, ik moet beginnen met deze, David Christian. De titel zegt het al, Big History. Dat is inmiddels een wetenschapsgebied dat aan de universiteit gestudeerd wordt. Geschiedenis, nee, ze noemen het Big History of wereldgeschiedenis. Dus zie alles in zijn totaliteit. Ik ga het niet over dit boek hebben, maar het boek bestaat wel, dat is niet zomaar. Een ander boek dat daarover gaat, dit is eigenlijk een variant van het verhaal van Rutger Bregman, De meeste mensen deugen, het goede in de mens. Die zegt eigenlijk hetzelfde. De meeste mensen zijn geneigd om elkaar te helpen. En die zijn niet van dit en ten koste van alles, iedereen eronder te trekken. Nee, de meeste mensen willen echt wel dat de samenleving functioneert, vooruit gaat, noem het maar op. Een ander boek over de grote lijn. Dit is niet geschreven door historici, door twee economen. En die vroegen zich af, hoe kan het nou toch dat sommige landen, zoals wij hier in Nederland, of in Engeland of Verenigde Staten, rijk zijn en andere arm. En heel veel, ik moet niet zeggen heel veel. Er zijn mensen die zeggen, ja, die hebben ze aan zichzelf te danken dat ze arm zijn. Want ze zijn, is dan de impliciete veronderstelling, ze zijn lui. Ze willen zich niet opwerken. Nou, vooroordelen, die halen hun onderuit. En hun komen tot de conclusie, het heeft vooral te maken met geluk. En wat is het geluk? Het geluk dat in sommige samenlevingen, op sommige momenten, door allerlei redenen, om allerlei redenen, krachten loskwamen om de mensen die dus waarde aan de samenleving onttrokken, eronder te gaan houden. En je kunt het op alle manieren uitleggen, maar in de kern komt erop neer, samenleving waarin niet een deling van de machten tot stand komt tussen de regering, de rechters en de uitvoerders. Als dat niet bestaat, dan heb je dus vaak landen waar dus één koning of een redder of een paus of een andere vooraanstaand man in staat is, als iemand een succesvol bedrijf heeft, tegen die man te zeggen, goh, het gaat goed met jouw bedrijf, kom maar eens wat afromen. En dan heeft die man daar niks op te zeggen. En als je in zo'n land leeft, Nigeria, Oeganda, nee, de landen zijn oneindig veel, er zijn er heel veel. En in alle tijden, want het zat er bij de Azteken en het zit bij de Chinezen is het geweest, het zit in alle landen, alle tijden. Maar sommige landen hebben zich daar aan weten te ontworstelen. En die hebben nu die scheiding der machten, zodat je dus als burger, als je iets tot stand brengt, niet alles hoeft af te geven aan anderen die wel een groot geweer hebben of heel veel macht hebben. Een heel mooi boek. Het is eigenlijk één grote geschiedenisles over van alles en nog wat. Ik wil eindigen die eerste sessie met de grote lijnen. Afsluiten met een van mijn lievelingsboeken. Kevin Kelly, een Amerikaan, heeft van alles in zijn leven gedaan. Eén belangrijk wapenfeit is, hij heeft Wired, een Amerikaans tijdschrift, opgericht. Ik zie hem ook als een halve hippie. Hij ziet er in ieder geval zo uit, maar hij is ook heel, hij is in die tijd groot geworden. En dit is zijn beroemdste boek, denk ik, De Wil van Technologie. En hij beschrijft de grote lijn, hoe de wereld zich ontwikkeld heeft, de mensheid. En wat is de kern ervan? De mens heeft de technologie
ontwikkeld, omarmd. De mens is technoloog. Want als je aan een dier denkt, dieren hebben geen kleren. Nou, mensen hebben kleren. Mensen hebben vuur. Hebben van alles nog wat gedaan. Dat is allemaal technologie. Het boek is ook een beetje filosofisch, want hij stelt, de technologie is inmiddels zo allemaal aanwezig dat het als het ware een wezen is geworden. Die heeft een eigen dynamiek en wij, de mensen aan de zijlijn, kunnen hoog of laag springen. Die technologie dendert maar voort en die heeft zijn eigen dynamiek, zijn eigen wil, die wil vooruit. Daar kun je van alles over zeggen, dat ga ik nu niet doen, maar het is ook een fantastisch boek om de geschiedenis te leren bekijken vanuit een ander oogpunt. Goed, dat was de eerste stapel. Die zijn al 3000 bladzijden, schat ik. Dus je hebt genoeg te lezen als je hier aan begint. Het tweede thema wat ik naar voren wil halen, zijn er maar een paar hoor. Want die stapel zou ook zo kunnen zijn. Dat is de geschiedenis die wij zelf hebben meegemaakt. En wij zelf, dat bedoel ik met iedereen die 40 of 50 is, of wat ouder, die heeft inmiddels zelf ook heel veel meegemaakt. En er verschijnen natuurlijk ook heel veel boeken die gaan over die tijd waarin we zelf hebben geleefd. Ja, een van de grootste Nederlandse bestsellers is natuurlijk dit boek van Anne-Greet van Bergen. Die beschrijft dus als vrouw van 65, 67 wat er sinds de Tweede Wereldoorlog in Nederland op allerlei gebieden is veranderd. En er is eigenlijk niet één gebied waarin mensen actief zijn waarin niets veranderd is. Alles is veranderd. Of nou het onderwijs, het vervoer, werk, rechten van vrouwen, noem het maar op. Alles is veranderd. En heel snel. Dus iedereen die dus denkt of hoopt of wil dat alles met oude blijft, die zou dit soort boeken moeten lezen en realiseren. Ja, je kunt er wel willen. Dus A, een utopie. En B, meestal wordt het leven er ook veel beter op. Gouden jaren. Nu denken natuurlijk heel veel mensen, we gaan weer zo naar beneden. En dat zou zomaar kunnen. Maar de tijd leert dat het weer een beetje bijtrekt. Een heel ander boek. Schreef door een jonge man van 35. En die heeft zich geworpen op de marktwerking in Nederland. Wat er is de laatste 30 jaar in Nederland in het kader van een ander economisch systeem, experimenteren met de verhouding tussen markt en overheid, is er gebeurd. Nou, iedereen weet het. We hebben heel veel dingen die vroeger bij de staat, bij de overheid zaten, hebben we overgedragen naar de markt. De postbezorging, de telefoonverkeer, vervoer, zorg, van allerlei dingen. En dit is een kritisch boek over of het allemaal wel zo goed is geweest. Maar ondertussen, als je dit leest, iedereen die dus die tijd mee heeft gemaakt, zal herkennen, er was een moment dat we dit en dat en dat gedaan hebben. En misschien hadden we daar toen de tijd meer over na moeten denken, want nu zit er ook schaduwkant aan. Dus het is een kritisch boek, maar ook een stuk geschiedenisles. En dit is gewoon een lollig boekje, zoals er echt tientallen zijn, want ik zag het hier, er is ook zo'n geschiedenis van de gewone man. Het is altijd Jos Palm, die dus geboren is in de jaren 50, wat hij allemaal meegemaakt heeft. En die beschrijft dan hoe de gewone man dat heeft ervaren. Maar dit boek gaat ook over de gewone man die een DAFje reed. Want DAF was natuurlijk in die tijd, in het begin jaren 50, 60, een automobielfabriek uit Eindhoven, die succesvol was en die kwam met een revolutionair auto die op de markt, met een vario, maar het slimme pookje, een DAF. En over dit boekje, in dit boekje beschrijft hij, dit is een literatuurcriticus uit Nijmegen, dus het gaat ook over de literatuur en dat soort dingen, maar het gaat ook over andere dingen. En hij beschrijft een foto van Ed van der Elske, die iedereen van een bepaalde leeftijd ook herkent, en als je jonger bent misschien ook wel, een iconische foto uit 1967 uit Amsterdam. Wat gebeurt daar? Ed van der Elske, er was een fotograaf die had de gave om mensen uit te dagen, een beetje van een apropos te brengen, ze aan te spreken en dan een foto te knippen. En dat deed hij dus ook. En wat zag je op een zeker moment? 3 jonge meiden in een minirok. En die foto, die is echt, misschien wel zijn beroemdste foto geworden. En daar gaat hij uitvoerig op in. En waarom doet hij dat? Op die foto, er is een straat in Amsterdam waar ze dan over straat lopen. En er staan allerlei auto's, er staat een kever en er staat een DAFje. Dus mooi. Dit was het eerste deel van de aflevering over geschiedenis. Alle informatie over deze aflevering is te vinden op de website hier in het hoekje. Voor nu bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.